Hallo, ik ga op zoek naar mensen hun crushes en ik ga proberen een match te maken. We zijn hier voor een straatpraat op Milkshake, waar we de liefde vieren. Ik ga iedereen vragen of ze een ode willen brengen aan hun crush. En het allerliefst wil ik ook een match maken hier. Ik word een blind matchmaker. Do you have a crush? On someone? Heb jij een crush? No, not yet. Maybe later today. Okay, maar wie is je crush dan? Dit is je crush? Ja. Oké, jongens, take it away. Wij doen een ode aan onze vriendengroep, want we zijn zo leuk samen. We zijn superleuk, we hebben elkaar gewoon ontmoet. We kunnen elkaar zo weekend. Wat een beertje zo geweldig. We zijn ook iedereen kwijt, maar... Deborah, ja. Ik ga voor jou een blind date zoeken voor vanavond. Gaan jullie samen twee drankjes drinken, een rondje in het reuzenrad en dan kom ik weer terug bij jullie en dan kijk ik hoe het was. Waar moet ik op letten? Toch wel boven de 25. Krullen ben ik ook wel gek op en een beetje stoer. Nou, daar ga ik mee aan de slag. Dankjewel, ik heb er heel veel zin in. Ik heb hier gevonden de blind date voor Deborah. Wat is jouw naam? Lola. Hi. Deborah. En die zocht naar een heel knap iemand. Hoe oud ben jij? 32. Perfect. Met krullen. Nou, dat heb jij. Deborah. Oh ja. Ik heb haar gevonden. Oh ja. Jullie krijgen 5 muntjes van mij. Doe een paar rondjes in het reuzenrad. En ik kom straks weer bij jullie terug. Leuk. Veel plezier. Mijn crush is John Water. Hij is de grootste levenslange inspiratiebron van al datgene wat goed is. Thank you very much, you dirty freak. Lieve, lieve Tess, mooiste vrouw van de wereld. Ik wist vanaf het begin dat ik je zag dat het perfect was. Ik was totaal naar de kloten en daar keek jij doorheen. I love you! Een goed pak heb je trouwens. Dankjewel. Nou, ik heb een vriendin. Dat is een moslimmeisje. En zij is lesbisch. Ik hou heel veel van je. En ik hoop dat je ooit uit de kast kan komen omdat je wil zijn zoals je bent. En niet een tweede leven wil hebben. Ik doe graag een ode aan handen, want ik hou vreselijk veel van handen. Ik kan er dag in dag uit kan ik ervan genieten. Mijn ode gaat naar Franco. Ik zou graag alle handen willen zien en alle handen willen aanraken. Is dat waarom je vandaag ook handen wast hier op Milkshake? Jazeker. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Please don't go there. Het wereld bij de web. Ook wel Tinder genaamd. Bijna. Ja. Zoiets. Waarom is hij precies nou hij zo leuk? Waarom ben je verliefd op hem? Kijk nou. Moet ik nog meer vertellen? Nou, mijn crush is dus de Rihanna uit Utrecht. Dat is Emma. Dat is de allermooiste vrouw van de hele wereld. Ze is lief, charmant, gevoel voor humor en is gewoon een heel leuk persoon. Daar is de crush. Veel plezier. Ik breng een ode aan Rut. Ik heb haar leren kennen in de Albert Heijn en ik was heel graag dat je hierbij was. Jammer Rut dat je er niet bent. I had such a crush on her already for so long. And finally, on May the 12th this year, that crush became my wife. There she is. Mijn grootste crush is Cara Delevingne. Want Cara, buiten dat je gewoon super prachtig model bent, ben je ook gewoon een gekkie van inside en dat is eigenlijk wat het belangrijkste is. Zij denkt dat ik een crush op haar heb. Oh. Ja. Ja. Hoezo denkt zij dan? Ja, omdat het mijn vriendin is, denk ik. Maar dan kun je misschien een ode aan haar doen. Nee, dat is haar. Nee, want ze staat erbij, dat is haar. Ze hoort je niet. Nee. Loopt hij al? Oh, hij loopt al. Mijn crush staat eigenlijk direct naast me, weliswaar aan mijn rechterzijde. Sessa. Nou, lief Elise, ik wil zeggen dat ze een hele mooie lach heeft, hele mooie ogen. Ik vraag me af of jij nog een keer met mij het bed in wil duiken. All you need is love. All you need is love. All you need is love, love. Love is all you need. En ook eet nu een poes. Ik heb ze gevonden, eindelijk. Nu ben ik heel benieuwd, jongens. Als allereerst, zijn jullie echt in het reuzenrad geweest? Oprecht, echt
helemaal naar boven. Deborah, wat is het allerleukste aan Lola? Het is heel oprecht en heel open en het is ook heel stoer. En natuurlijk super knap. Lola, wat is het allerleukste aan Deborah? Ze heeft een hele goede vibe en het voelde gewoon alsof we elkaar al langer kennen. En ze is heel mooi. Ben ik een geslaagde matchmaker? Ja, sowieso. Zijn de muntjes op? Ja, we moeten nog bijleggen. Oké, ik ben blij. Oh, I can see myself now. Yeah, it's better. Can I check my lipstick? Here, on your teeth. Oh, perfect. Thanks.